Voetbal is meer dan alleen het bezoeken van een wedstrijd. En zeker in landen als Engeland, Wales, Schotland en beide Ierlanden geldt dat. Joris van der Wier gaat in deze podcast ons op de hoogte houden van het Britse voetbal: speciale affiches, groundhoppen, memorabele stadions, mascottes, tips over kaarten kopen en grote en kleine clubs. Live from Scotland, this is the Doing the 116 podcast with Joris van der Weer en Tommy the cat. Proper Kat. Zo, so, goedemiddag. Alweer de derde Doing the 116 podcast. Uh, helaas geen voetbal meer, dus ik kan niks over uh, actualiteit uh, vertellen. Het is hier op dit moment, uh, ja, we zijn jullie eigenlijk voorbij gegaan qua maatregelen. Continu lag Nederland uh, ongeveer een week voor met allerlei uh, dingen. Alleen uh, sinds afgelopen week uh, is het net omgekeerd. Er is hier, uh, ja, bijna alles is gesloten. Nog uh, supermarkten zijn open, maar dan mag je, ja, maar met een mannetje die hier om de hoek mag, je maar met drie man tegelijk naar binnen. De deur is ook gesloten, er dus staat een bewaker bij die je binnenlaat. En voor de rest zijn uh, de apothekers nog, over, nog open. Daar uh, staan ook lange rijen voor. En uh, ja, de, de restaurants. Of ja, meer, die zijn ook nog open. Maar alleen uh, als je online bestelt. En uh, voor de rest is het uh, helemaal dicht. Je mag nog één keer per dag naar buiten. Voor, uh, ja, het is lastig te controleren, maar mensen lijken zich er. Uh, ...veel gevallen aan te houden. Ik maak zelf ook iedere dag een rondje samen met Kirsty. Uh, maar als ik rondloop... ...ja, je komt bijna niemand tegen. Is dus het uh, centrum hier aan Baldigate... was echt helemaal verlaten. Dan zie je echt helemaal niemand meer. Uh, als je mensen tegenkomt, gaan ze altijd... ...ja, iedereen neemt ook afstand. Als je met z'n tweeën op een, uh, op een pad loopt... ...ja, dan gaat iedereen gewoon uit elkaar. Uh, terwijl uh, ieder, uh, dat is wel een ongemakken lach... Zie je bij iedereen, maar ja het, is, uh, ja, het wordt nu ineens een stuk serieuzer genomen hier. Nadat het, ja, anderhalf week geleden ging iedereen uh, naar pubs en zo. En uh, iedereen zat samen, er werd dan wel mee gelachen. Maar uh, ja, nu die uh, dode aantallen zo oplopen. En de besmettingen, is het uh, lachen wel over. En, uh, ja. en ja, we zien maar uh, hoe het gaat. Het is. Uh, ja, qua voetballen in Engeland hebben ze nu besloten om alles vanaf, de 7, vanaf het zeven niveau en lager. Is, uh, het is allemaal gestopt. Maar er is ook besloten om het uh, ongeldig te verklaren. Dus uh, voor enkele clubs heel zuur. Er waren sommigen die stonden... Uh, die waren al gepromoveerd zelfs. Hadden het topseizoen. Maar dat wordt allemaal teruggedraaid. Er promoveert niemand. En er degradeert niemand. Ik vind dat... Uh, zelf had ik persoonlijk niet voor gekozen. Ik lees net dat uh, de Belgen ook uh, vanaf derde niveau een lager ook zijn gestopt. Maar die hebben ervoor gekozen om de huidige stand te pakken. Dus als je nu bovenaan staat, dan promoveer je, dan ben je kampioen. En dan stond je onderaan, ja, dan heb je pech, dan ga je eruit. Dat uh, voelt iets eerlijker aan dan wat hier in Engeland is gedaan. Ik denk niet dat, dat, dat hier iedereen mee akkoord gaat. Ik zag al enkele clubs die overwegen om naar de rechter, rechtbank te stappen. Want uh, ja. Als je al kampioen bent en je hebt zelfs al een kampioensfeest gevierd en je wordt dan tot weer teruggedraaid, ja, dat is wel erg zuur. Uh, wat hogere niveaus doen, uh, ja, dat weet ik nog niet. Dat, uh, ze zijn nog steeds zeker de Premier League wil eigenlijk het seizoen uitspelen. Alleen, ja, ik zie net de cijfers uit Italië, wat weer verder voorloopt. Ja, vandaag 919 mensen overleden. Ja, een nieuw record. Dat is, uh, ja, ik denk dat we voorlopig nog niet af zijn van dit uh, coronavirus. Dus uh, ja, dat is allemaal afwachten. Uh, hier in uh, Schotland uh, hebben ze trouwens ook de Highland League, heeft besloten, ja, we stoppen ermee. Uh, huidige stand is de eindstand. En uh, zo zal de komende week zullen er meer uh, competities besluiten. Van, in ieder geval om aan te geven, we stoppen ermee. We voetballen niet meer verder. Het voordeel is dan dat ze die spelers ja, kunnen ontslaan. Uh, die spelers kunnen dan uh, uitkering aanvragen. Want op dit moment uh, ja, als je het ziet, uh, ja, clubs gaan gewoon failliet als het nog langer duurt. Ze hebben geen inkomsten en ze moeten wel spelers betalen. Dus uh, ja, dan zit je straks zonder clubs. Dus uh, ja, dat is ook uh, lastig. Dus het is allemaal afwachten wat er gaat gebeuren. Ik, uh, ja, het is te hopen dat de Fontje weer gewoon gespeeld wordt. Als we, ik ben nu eigenlijk een beetje in de. Als ik alles zie, denk ik dat we gewoon heel blij mogen zijn als we in augustus weer naar, naar het voetbal kunnen. Want het is. Uh, ja, het is toch allemaal een stuk serieuzer, ook wat ik dacht. Uh, ja, het uh, verspreidt zich allemaal wel heel snel. Dus ik heb eigenlijk niks actueels te zeggen over wedstrijden die ik heb bezocht. Dus is het tijd, wat ik, wat ik nu ook heel veel mensen doe op Twitter en Facebook en Instagram, uh, om terug te blikken. En ik heb uh, gekozen dit keer voor mijn allereerste wedstrijd ooit in Engeland. Portsmouth tegen Scunthorpe United. In januari 2004, dus alweer een uh, tijdje geleden. Want uh, daarmee is het eigenlijk allemaal begonnen. Ik was al wel langer uh, fan van Engels voetbal. Eigenlijk is het uh, mijn eerste herinnering aan Engels voetbal is 1989. Toen was ik uh, tien jaar en toen uh, vond uh, de ramp op Heelsbureau uh, plaats. Dat komt natuurlijk allemaal op het nieuws. Uh, beelden en zo gezien. En uh, ja, dat maakte heel veel indruk. En uh, toen heb ik ook naderhand, omdat het zo, ja, het raakte mij wel. Toen heb ik later uh, die finale gezien, Liverpool-Everton. Hoewel het nog steeds eigenlijk mooier was geweest. Om allebei de clubs, dat, je gewoon, dat ze gewoon hadden gezegd. Ja, de stad Liverpool krijgt de beker. Nu moest die finale nog gespeeld worden. Liverpool had hem gewonnen. Maar eigenlijk had hij gewoon naar allebei de clubs moeten gaan. Uh, je ziet nu dat er ook met het coronavirus, dat er van alles geregeld kan worden. Nee, dat kan echt niet. Die finale moet gespeeld worden. Nou ja, achter dit versterk nog maar eens mijn uh, idee... dat het eigenlijk gewoon aan de, beide clubs had moeten gegeven worden. Maar uh, dat gebeurde niet. Maar uh, ja, dat is de eerste wedstrijd die ik ooit zag. Engelse wedstrijd op tv. Uh, VK werd dat uitgezonden. En die heb ik eigenlijk ieder jaar, uh, ben ik die gaan kijken kreeg je Match of the Day, kon je dat volgen, C-Facts. Zo raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd in uh, kleinere clubs. Uh, Bishop Auckland, Woking, dat soort verenigingen. Die hadden uh, die stunten toen in uh, de V-Cup. Dus uh, dan ging je die wat volgen. En uh, soms kwam je rare namen tegen. Ik pakte wel eens uh, uh, heel nerdig, pak een Atlas erbij. En dan ging ik kijken, ah oh, uh, die club, uh, uh, op United. Ah, en dan zocht ik Scunthorpe op. En dan had je... Uh, andere club, uh, Newcastle United. Ah, oh, Newcastle daar. Uh, sommige kon je ook niet vinden voor Tram Rovers. Ja, er is wel een wijktram, een Birkenhead. Maar uh, ja, die kon ik niet vinden op de kaart. Dus een portfeil, echt geen idee waar dat lag. Dat uh, heeft allemaal lang geduurd voordat ik uh, wist waar alles was. Een tijd dat je internet kreeg en zo. Maar uh, ja, het was allemaal voorheen, dus het was allemaal een beetje mysterieus. Nu kun je natuurlijk allerlei foto's. Je kunt een club op het tiende niveau, daar kun je alles van vinden. Maar uh, ja, dat was toen nog echt niet. Het was het uh, de, ja, de First Division. En dan werd vanaf 1992 dan de Premier League. Nou, daar wist je het wel een beetje van. Maar voor de rest was het allemaal uh, heel onbekend. En uh, daardoor extra fascinerend. En zeker als er F.A. Cup werd aan, uh, uitgezonden. Uh, dan zat ik bijna tegen het scherm aangeplakt Om te kijken naar die stadions, die clubs, de kleuren. Dus was ik helemaal door geobsedeerd. Alleen, zelf een keer naar Engeland gaan, uh, ja, daar kwam er maar niet van. Sowieso, uh, ja, mijn familie zijn, niet, uh, zijn sowieso geen voetbalfans. Ook geen uh, Anglofielen. Dus, uh, en uh, pre-internet was het ook lastig om mensen te vinden die uh, interesse hadden om te gaan. Dus uh, uh, pre-internet was het lastig om mensen te vinden om te gaan. Dus kwam er niet van. Ik denk mijn eerste keer Engeland is 2000, 2001 geweest. Toen ging ik met mijn uh, toenmalige vriendin. Uh, Evelien, die was, was een Arsenal-fan. Dus uh, we zaten een weekendje in Londen. Toen zijn we naar Arsenal gegaan. Werd toen niet gevoetbald. Ik denk dat het, uh, het was in de zomer. Maar we zijn wel een hybride gegaan. Hebben een uh, tour gedaan. Uh, ja, dat was natuurlijk uh, uh, geweldig. Ja, dat stadion is natuurlijk heel mooi. Dus uh, dan wakkerde het wel wat aan. En toen, uh, een paar jaar later in 2002 of 2003... eigenlijk vrij laat, kregen wij pas internet thuis... En uh, toen ontdekte ik het uh, VI-forum. Uh, Soccer Quest heette dat. Maar je kon via de site van VI Corop komen. En daar had je, ja, dat ging natuurlijk vooral over de eredivisie. Maar je had ook allerlei de buitenlandse secties. Engeland, Italië, Spanje. Ja, en ik zat natuurlijk in die Engeland, Engelse sectie, want dat was mijn, uh, zat mijn interesse. En er zaten een paar heel fanatieke uh, uh, ja, liefhebbers in. Ja, dat was wel heel mooi om te zien. Ook mensen die... dat was bijvoorbeeld iemand die had 92 al gedaan. Ja, dat boeide mij enorm. Dus uh, ja, ik zat er ook in. Ik uh, poste mee. Ik uh, schreef ook verhalen over clubs. En uh, ik kreeg toen eind 2003 ineens een uitnodiging van... Uh, een Tizi. Die heet het echt Tom Zwagers. En die vroeg me, heb je zin om... Uh, op een uh, forum te komen dat alleen over Engels voetbal gaat. Ja, dat leek me wel wat. Dat was een soort uh, ja, geheim forum. Daar kon je alleen op uitnodiging komen. Dus dat klonk allemaal heel uh, interessant. Phoenix 92. 92 natuurlijk uh, naar aanleiding van de 92 clubs. En uh, daar zaten helemaal... Daar zaten alle ja, fanatiekelingen van de Engelse sectie van het uh, Soccerquest. En ook nog wat andere mensen die, die ergens anders vandaan kwamen. Die ook helemaal Engeland gek waren. Dus ja, dat was wel een soort... Uh, droom bijna. Ik zat ook echt dagenlang zat ik op dat forum en toen was ook enorm fanatiek. Iedereen die uh, er werd van alles gedeeld, foto's en alles. En ja, nog steeds. Dit is, ja, dit is 16 jaar geleden, 17 zelfs ondertussen. Ja, het was nog allemaal onbekend. Dus alles wat je zag, dat uh, zoog je gewoon helemaal op. En ja dan hoorde je verhalen van iemand die uh, naar Cheltenham Town was geweest, hoe dat was. En, of verhalen over uh, Wickham Wanderers. Ja, dat is, uh, dan wordt die. Ik was natuurlijk al helemaal Engel, Engels voetbalgek, maar dat werd nog fanatieker daardoor. De begintijd van het internet. Dus nu spreek je makkelijk met mensen af, uh, iemand op Twitter. Ah oh ja, ga er mee. En dan uh, neem je die mee naar Engeland. Maar uh, ja, toen was het internet, afspreken op internet, dat was iets voor vieze mannen en pedofielen. Dat is eigenlijk hetzelfde, want er zijn natuurlijk smeerlappen. Maar uh, ja, dat deed je niet zo snel. Zo so, Tom deed een voorstel om uh, een keer met de groep te gaan uh, van vinkers om uh, ja, met, de, met een paar auto's of desnoods een busje om naar Engeland te gaan. En de bedoeling was om dat in maart april 2004 te doen. Alleen, ik uh, studeerde nog en ik uh, liep in die periode net stage in Zuid-Afrika. Dus ik baalde. Ik zei shit shit. Ik uh, had wel mee willen gaan, maar uh, ja, helaas, ik uh, ben er op stage. Dus uh, ja, Tom vroeg aan mij: uh, waarom gaan we niet eerder in januari? Dan heb je toch je ontgroening in Engeland gehad. En uh, ja, dan mis je niks dat je niet met de Phoenix-trip, de grote Phoenix-trip, mee kunt. Nou, dat vond ik een goed idee. Uh, we zouden met z'n drieën gaan: Tom, uh, Han, ook een, uh, iemand op Phoenix, een vriend van Tom, die kende je al, en ik. Dus uh, wij gingen overleggen waar we naartoe gaan. En, uh, een beetje kijken. Ja. Uh, al snel nou gekozen voor we gaan het FA Cup weekend, uh, eind januari, vierde ronde. Dat leek mij ook, uh, ik ben helemaal FA Cup fan, dus daar leek me wel mooi om te beginnen met de wedstrijd in dat toernooi. En uh, toen was het even zoeken, dus wij uh, vonden de wedstrijd Coventry City-Colchester United. Nou, dat is, als je dat nu hoort denk je dat is een oer wedstrijd. Maar voor mij maakt toen niks uit. Hè. De, één wedstrijd, de eerste wedstrijd, daar gaat het om. En, uh, maar destijds speelde Coventry nog in een oude stadion, Highfield Road. Dan zou ze aan het eind van het seizoen verlaten. Dus dat leek ons wel echt ja, de wedstrijd. Al dan kun je Highfield, kunnen we Highfield Road nog zien, waar we alle drie nog niet geweest. Dus uh, dat moet hem worden. Nou, besloten. Alleen daarna begon het toch te kriebelen. Want uh, Tom had gezien dat uh, Portsmouth. Uh, het was ook. Portsmouth uh, skunter op United naar V-Cup. En had gezien dat je daar kaarten voor kon krijgen. Klinkt nu heel gek, nu kun je makkelijk aan kaarten komen bij Portsmouth. Maar Portsmouth was dat seizoen, in 2003, waar ze net gepromoveerd naar de Premier League. Voor het eerst zat ze uh, daar. Ze hadden natuurlijk wel, toen het nog First Vision heette, uh, hadden ze daar wel gespeeld. 1987 voor het laatst. Dus ze hadden echt, iedere wedstrijd zat knalvol. Je kon daar ook niet tussen komen. Maar nu de V-Cup was, eh, kwamen er wat kaarten in losse verkoop. Dus eh, Tom en T. Ja, we moeten nu, als we dit willen, dan, doen we, dan moeten we ze nu kopen. Ja, Portsmouth, de club, sprak mij om een of andere reden altijd meer aan de Coventry. Dus ik was er wel enthousiast over. Ook eh, de foto's die je kon zien. Highfield Rood zag er leuk uit. Een leuk stadion. Als je het nu zou hebben, zou je er helemaal gek op worden. Maar ja, Freddie Park was er wel een categorie hoger. Dus om te bieden. De wedstrijd te beginnen met pas zodat ik een leuke club vond, de V-cup en nog eens een leuk stadion zou perfect zijn. Dus uh, ik was uh, enthousiast. Alleen uh, toen kwam er een beetje een probleem, want ik uh, voetbalde nog op zondag en uh, Han vond het gekke werk om. Dus het plan was om zaterdagochtend heen te gaan, zaterdagavond terug. Dat vond Han een beetje ja, gekke werk. Dus hij wilde eigenlijk een overnachting erbij. Ja, kon ik. ik was nog student, ik kon het ten eerste eigenlijk niet betalen. En ik wilde voetballen. Dus uh, Han haakte af, dus het was alleen Tom en ik. En uh, we zouden er een dagtrip van maken. Nou, ik, uh, kon de, wat ik, al zei, ik kon de auto lenen van mijn moeder. Dus, uh, alleen uh, toen hadden we nog een probleem: dat Tom woonde in Zoetermeer. En uh, ja, midden in de nacht uh, ik zou ik ochtends vroeg bij de tunnel staan. Dus uh, ja, hij had geen mogelijkheid om naar Tilburg te komen. Nou, ik zou dan uh, haal ik jou wel op. Ik ook heel gek weer, als je achteraf bekijkt. Dus om drie uur s'nachts stond ik op, reed ik naar Zoetermeer. Die is nog ook in de tijd voor een navigatiesysteem. Dus het was allemaal heel lastig om te vinden. Hij had een, een bushokje ergens gezegd: ja, daar sta ik dan. Dus ik kon dat bushokje niet vinden. Nou, uiteindelijk was het toch wel gelukt. Hem opgepikt. Nou, toch een onbekende. Maar ja, we hadden allebei een enorme passie voor het Engels voetbal. Dus volgens mij is het geen moment stil geweest. Die hele trip niet. Want ja, ik kon over alles praten. Eigenlijk had je iemand, dan kon je praten over Hereford. Dan kon je praten over Sunderland, over Hartlepool, over Ipswich Town. En als ik dat thuis zou doen, of op school, of bij mijn vrienden. Dan zou iedereen eens denken, ah, oh, wat een rare vogel. Zeker, ja, het was een andere tijd ook. Niemand kende die clubs ook. Het was allemaal onbekend. Dus, en nu had ik iemand die er wel alles vanaf wist. Dus was, dat was natuurlijk eigenlijk al een heel mooi deel van de trip. Nou, ja, wat ik al zei, je kreeg naar, naar de tunnel oversteken. Nou, dat kreeg je voor het eerst. Ik had nog nooit uh, aan de andere kant van de... Ja, andersom gereden. Dus even de eerste rotonde een rondje genomen. Was me geadviseerd. En toen, oh ja, zo werkt dit. En eigenlijk... Ik ging die rit gewoon heel goed. Je bent er zo aan gewend, aan de andere kant rijden. Ik heb alleen één keer een white fanman gesneden. Dat zijn die uh, gasten in die witte busjes. Die uh, middelvinger opsteken, doors, keeldoorsnijgebaren. Ook nou, weer teruggedaan, want agressie moet je altijd beantwoorden met agressie. En uh, daar een paar keer verkeerd gereden. Ja, dat is het nadeel van uh, geen navigatiesysteem hebben. Ja, ja jongeren. Dit, uh, vroeger viel dat allemaal niet mee. En uh, dus we een paar keer verkeerd. Maar we hadden zo ruim ingepland dat we echt uh, uren van tevoren al aankwamen in Portsmouth. Uh, we hadden, uh, oorspronkelijk zouden we een rondleiding krijgen. Maar de man uh, die die rondleiding zou geven, uh, die was blind geworden. Kijk genoeg kon hij wel zijn mail beantwoorden. Ja, dat is dus steeds een raar verhaal. Maar hij kon geen rondleiding geven. Ja, het is een beetje de rondgelopen. Ja, het is die, die eerste keer. Nu is het natuurlijk allemaal, zeker als mensen vaker gaan... Dat ken je wel, die arbeiderswijken. En dan zie je die lichtmasten. Maar de eerste keer dat je dat ziet, dan maakt zoveel indruk. Ik liep daar zo door die wijk fretten Dat een beetje een, uh, ja, een volksbuurt toch wel is. En dan, pam, zie je ineens zo'n zo lichtmast boven die daken uitsteken. Nou, ja, dat, is wel, uh, ja, dat is wel heel mooi natuurlijk om voor het eerst mee te maken. Ook het stadion. Het is nu iets, iets of wel opgeknapt. Maar destijds, uh, als je één oude tering bent, dan loop je rond. En dat was wel allemaal. Uh, ja, het was precies waar ik allemaal op hoopte. Ook die, uh, je hebt daar, voor mensen die Frenter Park kennen. Ze hebben een mock Tudor façade. Dus zo'n oud Tudor huisje. En dan in die stijl hebben ze dat gebouwd. Ja, dat is ook iets dat had ik nooit gezien. En dan tribunes van Arjabat Leach. Dus het, het klopte helemaal. Dus het klopte echt helemaal. En uh, we, hadden, we zaten op die uh, grote tribune. Waar de fanatieke aanhang zat. Dus ik zag vlakbij uh, John Westwood. De, tegenwoordig John met voetbalclub Westwood, daar is zijn naam veranderd. Dat is die man met die hoge muts, die blauwe pruik en die bel. Als je ooit bij Parsmouth bent geweest, uh, dan ken je hem wel. Die was daar, ik vond ook uh, de manier van supporter, vond ik wel mooi. Uh, omdat het in Nederland uh, had je toen uh, ja, 9 minuten lang, moet je altijd bezig zijn. Zelfs uh, pre-Ultras had je dat. En bij Parsmouth kwam het zo heel het moment op. En dan kwam het ook weer is heel heftig. Dus dan. Ja, dat was mooi om mee te maken. Het uitvax zat ook, uh, het was een W-cup, dus de uitvans kregen veel meer tickets. 3000 man uit Skuntarp. Uh, het was niet zo dat uh, Portsmouth er overheen liep. Terwijl Portsmouth was Premier League en Skuntarp was toen uh, League One. Ik, uh, allemaal uh, Nederlandse namen had Portsmouth toen: Arjan de Zeo, Harald Wapenaar. Er uh, zat ook uh, Dejan Stefanovic van Vitesse en Petri Passane uh, ...Teddy Sheringham in de spits. Maar die scoorde allemaal niet. Het was uh, Matthew Taylor... ...die er twee maakte. En één uh, tegendoorpoot van uh, Skuntop. Dus paars was door. Het zal een uitslag zijn... ...die heel veel mensen die al... Ja, ...die hebben gelezen. En dat doet het, doet het zo weinig. Maar voor mij was dit de eerste keer. Dus ook zelf als deze wedstrijd wordt gespeeld... ...dan vind ik altijd... Uh, kijk toch altijd. Ah, ja. ...ik ben zelfs nog een keer terug geweest... ...naar een paars met Skuntop ...om nog een keer mee te maken... Dat is natuurlijk helemaal anders dan, maar het is, deze, dit affiche heeft wel iets, uh, iets voor mij. Ik heb ook een uh, schilderij thuis van uh, Fred en Park en daar wordt ook deze wedstrijd in gespeeld. Ik heb de shirts van die wedstrijd. Ik heb er een van uh, Portsmouth en van op die ze toen droegen. Dus het uitshirt. Dus uh, het blijft voor mij altijd een uh, bijzondere wedstrijd. Helaas zitten de clubs dit jaar niet bij elkaar in de league. Uh, ik zou hem ook nog wel eens een keer andersom willen zien bij Skentorp eigenlijk dan uh, ja, dat heb ik dat ook wel afgevinkt en uh, Matthew Taylor toevallig uh, vorig jaar was ik bij uh, Swindon tegen Notts County en uh, Matthew Taylor speelde nog steeds voetbal nog steeds en uh, dat was zijn laatste wedstrijd dus uh, daar ben ik ook bij geweest ik hoopte eigenlijk dat hij zou scoren maar het, uh, dat gebeurde helaas niet maar ik vond het wel mooi om zijn afscheid ook te zien Want hij is voor mij ja toch een uh, gemiddelde Engelse voetballer. Wel uh, goed, maar niet uh, geen uh, topper. Maar ja, ik heb altijd zijn carrière wel wat uh, gevolgd omdat, uh, ja, omdat hij toen die eerste dag scoorde. Ja, en eigenlijk na die uh, wedstrijd van Portsmouth. Is het, uh, ja, ik ging toen een paar weken later naar Zuid-Afrika. Dus ik ben dat seizoen niet meer geweest. De trip van Phoenix ging niet door. Want eigenlijk toch heel veel mensen die, ja, die trokken zich trok terug. Ze, maar ja, het is toch, toch wel heel eng om een onbekende te gaan. Dus die trip is nooit doorgegaan. Door Alleen het seizoen erop Ik was we terug. Toen uh, in oktober uh, werd er opnieuw een oproep gedaan. Wie heeft zin om naar Barnard tegen Degen en Redbridge te gaan? Uh, uiteindelijk met uh, vier man. En uh, sindsdien gingen we eigenlijk iedere maand met een klein groepje, soms met één auto, soms met twee auto, auto's. En uh, ja, toen is het eigenlijk, dat heeft uh, jaren geduurd. Dus uh, ja, en allemaal begonnen met Parts, met een vet een park. Dus uh, ja, misschien dat ik volgende week nog iets vertel over Barnet. want dat is een club uh, waar ik ook wel iets mee heb. Maar uh, voor deze week hou ik het, uh, hou ik het hierbij. Nou, iedereen veel sterkte met het binnen zitten. Ik, uh, ik snap dat het, uh, het is soms lastig is. Inderdaad, als je niet naar buiten mag, dan heb je, je, je op het moment nog wel iets meer vrijer dan hier. Maar ik vrees dat het ook in Nederland de kant op gaat dat je binnen moet zetten. Nou ja, hier uh, op zich uh, ja, het gaat het wel. Twee katten erbij. Die vindt het heel leuk, want die hoor heel veel geaaid. En uh, ja, Kurs, die werkt ook thuis. Dus, uh, maar nee, tot nu toe is het allemaal nog wel uh, goed te doen. Ik vrees wel het moment als we niet meer naar buiten mogen. Nu mag je nog één keer naar buiten op een dag. Dan dat ze nu in Italië en Spanje hebben. Dat je er echt eigenlijk niet meer uit mag. Alleen voor boodschappen. Ja, dan wordt het wel wat zwaarder. Maar uh, ja, voorlopig, uh, uh, voorlopig houden we het vol. En jullie ook allemaal sterkte. En uh, tot volgende week. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen, verwijs ik je door naar staantribune.nl.